that once held you all ready to fight. Welkom terug in deze nieuwe video en deze nieuwe video spelen we weer terug Minecraft Survival. Welkom terug bij aflevering 12. En dit is ons basiske, zoals je nu ziet. En kijk hier onze diamonds die we vorige episode hebben gevonden. We hebben vorige episode 5 diamonds gevonden. Aan de levels te zien ben ik nooit eens een keer dood te gaan. Niks aan te doen ofzo. Anyway, we gaan terug nieuwe boeken maken voor meer boekenkast natuurlijk. En ik ga kijken of ik nog genoeg bladeren heb. Of heb ik nog genoeg bladeren? Zijn dat de enige bladeren die ik serieus nog heb? Ja, dat betekent dus dat we terug de sugarcane moeten gaan oogsten. Dus deze dingen hier. Dus dan doe ik dat maar ook even. Ja, why not? En ik vind het scheid irritant als die dingen in het water vallen. Echt scheid irritant. Kijk eens, alle sugarcane pakken. Zo, oeh. Het is best veel hoor. Onderschat maar niet. Dat is wel handig. Die grote farm hadden we echt wel vanaf het begin. Maar sugarcane, ja, dat gaat makkelijk groot natuurlijk. Hè. Zo. En de woestijnen groeit sugarcane echt goed. Volgens mij maakt dat niet verschil in welke biome dat je dat doet, maar. Dus het idee dat telt als ik zeg dat het een woestijn beter gaat. Anyway. Mensen, hoeveel heb ik nu? Oké, ik heb best veel. En genoeg. Oké. En dat is hier ook alweer goed aan het groeien. Dat gaat allemaal mooi. Het gaat best goed in onze wereldjes buiten. Nou, we wel wat veel. Ah, fuck. Moest je ook alweer blad maken. Ah, zo was ze. Zo. En zo. En best veel bladeren nu. Ja, erin zit nog sugarcane. Zo. Nice. En ga ik even een stekje ronddoen. Voilà, is genoeg. Geweldig. Kan dat erbij doen? Ja. Oké, dan kan dat erbij. En dan moet ik wat hout gaan pakken. Ik ben echt een droge mond krijgen. Ik neem nu 2 afleveringen na elkaar op. Nou, straks lekker veel renderen worden, want ja, dat wordt 1080p. Dus haha, 2 boekenkasten erbij. En hopelijk kunnen we level 30 enchanten. Dat zal super awesome zijn. Awesome, niet awesome, awesome. En hoe ver kunnen we? Level 30. Hey yeah. Wat was dat? Dus ja, we kunnen level 30 enchanten. Gewoon helemaal geweldig. Trouwens, ik wil ook aan onze nieuwe dingen werken die ik mijn basis ga zetten. Dus dan heb ik even wat kobbel voor nodig. niet te veel. Ik heb er... ja, ik pak gewoon wel een heel stek. Ik denk niet dat het zoveel uitmaakt. Of wacht, ja, eigenlijk wel. Ik ga gewoon 8 doen. Zo, en ik steek die even hier in. Zo. Af trouwens, dit er nog bij toevoegen. Zo, onze oorkist. Ik wil ook binnenkort aan de kistkamer gaan beginnen, want ik begin die echt nodig te hebben. Dus dat. Zo. Kijken dat het werkt, ja. Nice. Nee, dat is een stone. Ik heb er nog eentje nodig. Nog eentje. Oké, merci. Ah, dat had ik nodig, een stone slab. En nu gaan jullie denken, wat de fuck gaat jij maken? Dat wordt echt heel cool. Zo, dat zal wel genoeg zijn. Zo. Ik moet ook nog eens wat hout gaan hakken binnenkort en begint weer op te gaan. Echt heel irritant is. En de meeste mensen die goed Minecraft kunnen gaan heel zien waar ik aan het maken ben. Yep, armor stands. Awesome of niet? Ja, ik vind het ook awesome, no doubt. Iemand stuurt mij op Skype. Ik ga die maar gewoon negeren. Als die belt, ben ik wel geneukt. Ja, maar maakt niet uit.
Question, hoe zeg je dat? Let op je taalgebruik, jonge dame. Hier. Oké, ik ga even. Zo, dan mag je maar in. Volassen. En ik was van plan ergens anders te zeggen. En stop mij aan het zoeren, jong. Ik ben een YouTuber. Maar misschien. Of gaat dat niet? Hang niet serieus niks van, zou ik hebben. Oh, misschien kan ik het ook. Oh, serieus? Dacht wel, zich. Oké. Doeling. Oké, dat was even heel gay. misschien kunnen we ook strak als nachtjes eindermijns gaan zoeken. En de koeien zijn nog niet volgroeid. We zijn met heel veel. Dus, alleen maar, dan ga je ze niet midden, ja. Allee, kom maar. Kijk, ze zitten wel schapen dat er in elkaar zitten hier. Ik ga die straks nog breeden. Ja, yes, dat is grappig. We zijn niet meer. Dat is gewoon grappig. Oké. Anyway. Ik ga wel genoeg hout hebben, dus ik denk niet dat een probleem gaat worden. Diuret. Nee, en de site. Waar is de. Oh, ik ken nog redelijk veel en de site. Oké, die heb ik nodig. Dat is wel mooi. Nice. Dan gaan we dan maar hier eens fixen. Zo, holy shit. Maar waarom is hier een nut? Ja, dit wel. Ja, ik laat die gewoon, want het moet daar blijven staan, dus. zo. Dan ga ik even dit doen. En dit gaat een boekenkast staan en hier ook. En hierop niet meer. Dus ja, de. Ik even kijken. Hoe is hij serieus al klaar? Holy shit, dat gaat snel. Dat gaat fucking. Oké, dan moet hij ook maar stoppen met maken. Ja, dat klopt. Dit ik allemaal besteld. Oh, jammer dat ik er geen XP van krijg. Ja, maar kijken dat er niks is blijven vastzitten ergens. Nope. En langsboven ook eens kijken. Ah, dat gaat niet. Geweldig. Het gaat gewoon niet. Oké, ja. Dan zomaar hopen ze dat er boven niks blijven vaststikken. Anyway. Ik heb gold nodig. Want ik heb niet. Ja, toch. Oké, dat is heel weird. Oké, ik ga deze golden sword. Dan moet ik al een golden sword minder maken. Zo, hier. En dat zal wel genoeg zijn. Oké. Dus we gaan eerst dit doen. Mooi. Zo. 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 Dus we hebben 6 hoeden. Waarom de fuck maak ik 6 hoeden? Holy shit. Waarom heb ik net 6 hoeden gemaakt? Wauw, joh, ik ben zo dom. Ik denk allemaal, oh, dat wist wel, hè. Ja, en nu kom ik gewoon gold tekort, ja. Geweldig. Ik heb even al mijn gold te verspillen, ja. Heb ik nog gold? Ja, ik hoop van wel. Oké. Okay. Ik heb nog maar 4 nodig, daar niet van, maar... Ik heb nu net heel veel gold verspild. Ja, ik ga gewoon al die... dit zijn allemaal goed en te veel. Als ze die mogen daarin. Oké. Okay. Even dit nog maken. Zo. Al die overige eieren. Zo, dan mag ik daarin bij. Zo. Dus ja, ja, dat is jammer van die hoeden te veel, maar het is nu zo. Laat het gewoon zo klaar. En zijn de koeien al vergroeid? Gaan breeden. Weet je joh. Wil je echt niet weten? Oké, okay, anyway. Dus hier ga ik een armor standje zetten. En aan de andere kant. Zo. En dan ga ik jou een broekje geven. Ah ja, want als je een grote piemel hebt, moet dat toch wel een beetje... Oké. Okay. Anyway, jij ook. Dat zijn dan zo precies zo de bewakers van de enchanting table. Super cool, vind ik dan. Anyway. De bewakers van de enchanting table. Eigenlijk zou onder Elder Armor ook nog enchanted moeten zijn, maar dat doe ik wel een andere keer. Oh, dat ziet er zo vet uit, weet je? Man. Hey.
Dus kon toen een zwaard vasthouden, of niet? Ik dacht dat ze dat serieus konden. Ja, dat kunnen ze dan niet. Dan heb ik hier nog meer gold verspild, geweldig. Misschien kan ik dat hier ook doen. Nee. Een beetje overbodig. Het is sowieso overbodig, maar... Ja. Oké, genoeg gezeikt. Ik wil... weet je wat, ik ga gewoon nog koeien killen. Sorry koeien, maar nee, dat is... ik ga gewoon een kleine doorreis maken. Je weet. En natuurlijk met koeienvlees. En ik heb best veel koeienvlees, of ja, beef. Gewoon elke koe die ik tegenkom ga ik gewoon puur voor de ladder. Oh, ik wil klaar zijn met die kamer, want ik zit nu al zo lang te struggelen met die enchanting room. En oh, kijk, allemaal schapen. En misschien, kijk, een bunny. Hallo. Ja, de carrots hebben kunnen ook bunnies gaan doen. Dat is ook alles, want die hebben ook ladder. Maar die ga ik niet doen, want het is een beetje zielig. Oké. Ik even. Zo. Nice. Misschien moet ik ook ooit naar de zee gaan voor een ding te zoeken. Misschien vinden we wel een village. Zou cool zijn. Oh. En wat ik wel sowieso wil vinden is een swamp. Voor slimeballs. Ja, en die heb ik wel nodig voor bepaalde redstone dingen te maken. De slimeballs zijn belangrijk, vind ik toch? En is het nog een tempel? Of is het een village? Ik hoop eigenlijk op... Wauw, nog een tempel. Geweldig. Ik spawn serieus hier in mijn wereld. Hoe kan ik die nooit gezien hebben, die tempel? Wauw. Dat is best slecht van mij. Oké, anyway, er zijn wel geen koeien, dus ik ga straks wel terug uit die woestijn. Oké, maar hier is terug een tempel. Gewoon zo dicht op elkaar. Like, what the fuck. Die tempel ziet er wel beter uit. Als je, ja. Zo. Dan hebben we nog meer TNT. Super awesome. Zo. Zo, eerst dit weghalen. Zo. Anders... Diamonds! Nee. Ik heb hier gewoon nog diamonds. Nog diamonds! Geweldig! Nog meer golden. Oh, shit! What the fuck? What the fuck? Ah, ik moet de TNT niet vergeten. Het belangrijkste vind ik dan toch. Nog meer diamonds, mensen. Holy shit. Straks kunnen we full diamond armor maken of zo. What the fuck? Oké, ja, misschien overdrijf ik wel een beetje. Eigenlijk niet. Waarom zou ik overdrijven, zeg maar? Dan zijn we gewoon helemaal klaar om naar de Ender Dragon te gaan. Wow, het wordt maar beter en beter. Zo. Ja, dat is hier wel een beetje. Ja, zoals zeg. Boeie. Van waar kwam ik? Vandaar. Zo. We gaan het hier ook een beetje netjes opruimen. Die kobbel krijg je, meneer de tempel. En dan gaan wij maar eens terug naar boven en we hebben weer meer diamonds gevonden. Awesome, mensen. What the fuck? Ja, en die button haal je ook wel gewoon bij. Alleen een vraag, hoe kom ik hieruit? Ah, zo. Nice. Ja, geweldig. Zo. Oké, dat is mooi. Ah, fuck, van waar kwam ik? Ja, ik kwam vandaar. Oké. Ik snel als ik het niet meer zou weten. Het is jammer. Maar like, we hebben 5 diamonds gevonden. Serieus, mensen? Ik wist dat niet. Ik wist dat niet. What the fuck? Ik heb blijkbaar die golden geworden, dus ik ga al... Oeps. Ga maar gelijk dood. We hebben een insect. Geweldig. De koeien gaan vinden. Om dan te... Ja, het is erg, maar dan om te slachten, ja. Ik ga wel even op deze berg. Want dan voel ik me veilig of zo, weet ik veel. Ja, eigenlijk is het niet meer de moeite, want ik ga daar op de berg. Ah, wat is hier te zien? Een grotje. Moet geen grotjes. Kijk, een droge lip dat ik heb. What the fuck? Ik
kan gewoon zo lopen, denk ik. Ik heb nog nooit zoveel. Ik heb nog nooit überhaupt een diamond in een tempel gevonden. Echt al. Als ik gewoon vanaf de eerste keer naar daar zou geweest zijn, had ik al diamond pickaxe. Holy shit. Maar ik had ook al vanaf nu al een vanaf een iron pickaxe. Dus ja, ik mag wel van geluk spreken. Dus eigenlijk moet ik niet zagen, maar ja. Anyway, daar is mijn basis. En hier zijn geen koeien. En dan zal ik het gewoon met mijn farm moeten houden, denk ik. Is dat nu serieus een sneeuwlandschap? I'm not sure, but I think so. Oh, die Engels, holy shit. Ja, sorry dat ik zo voorover zit, maar ik kan anders niet goed zien. En, oh shit. Oh, ik wil jou wel nog doden. Nee. Ik schooi je. Hey. Flikkers. Ja, ik ben al weg. Dat was vriendelijk. Totaal niet. Fuck. Ja, nu zijn het best veel mobs. Oeh. Dat is diep. Dus moet ik zeker niet. Ah, daar ik ook goed. Maar nou had geen koeien. Mijn beste kut leven. Ik zie daar wel een Enderman, die wil ik wel pakken. Meneer de Enderman. Oeh, het zijn er nog twee zelfs. Als een één niet lukt, hebben we dan altijd. Alsjeblieft, surprise mother. Oeh. Auw. Oh, fucking hell. En die dingen is er ook nog altijd kwaad op mij. Oeh. Maar, één voor één. Enderpearl. Zo, oh. Jezus, man. Het zijn er veel. Check me aan. Oh, jezus. Ik ga toch eens gewoon dood. Ze gaan ook gewoon dood, daar niet van, maar... Kijk, mijn XP dat we omhoog gaan. Oeh. Ja, die had wel jammer genoeg niks gegeven. Kijk, die spider. Hey, ik leef nog, hoor. Zo. Mijn zwaard is al bijna kapot. Ik ga deze Enderman nog pakken hier. Of toch proberen. Oh, hij had een bloemetje voor mij. Dat is wel lief. Oh, hij had een bloemetje. Oké dan. Rare Enderman, hoor. Wow. Ik vind Enderman zo cool. We hebben gewoon twee Enderpearls. Pearls. Er zijn best veel mobs in de... Oh. Zo, nice. Als ik iets haat, zijn het creepers en zombies. En we zitten achter mij aan creepers en zombies. Geweldig. Skeletons haat ik ook. Dus met andere woorden, ik haat zo alle mobs eigenlijk. Maar ik heb altijd geen koeien gevonden. Hoe rot is dat? Maar hey, ik mag wel blij zijn, want... Kijk, ik ga gewoon dood. Kijk, ik ga gewoon weg. Ik ga deze niet allemaal nog proberen pakken. Oh, fuck, creepers. Oh, dat is echt geen goede combinatie. Nou, ik ga het toch proberen, hoor. Oeh, double kill, triple kill. Oh. Zo, sorry. Voor in de rug pak dinges, weet ik veel. Oké. Ja, nergens koeien te zien. Wel Endermans. Maar eerst wil ik die Skelly pakken. En dan zijn Endermans aan de beurt. Zo, en... Zo. Zo. Oeh. Nu jij. Oh. Ah, fuck. Cold Sword, help me. Oeh, we hebben allebei een enderpearl gekregen. Nice. We kunnen binnenkort de stronghold gaan zoeken. Ah ja, de dingen zei dat daar was. De Eye of Ender, die ik in de 10e episode had gemaakt, maar dat is gewoon bullshit. Ik dacht toch echt dat je armor en zware kon geven, hoor. Al gelukkig die gold sword bij mij. Maar jezus, volgens mij is mijn internet weer uitgevallen, want ik heb hier heel FPS erop, dan ligt meestal daar.
Dus hebben we daar best veel golden ship. Shit. En er zit weer ergens een zombie. Ik ga die even killen met pickaxe. Who fucking cares? Kijk, ik ga gewoon dood daar. Maakt niet uit. Mijn pickaxe gaat ook hoor. Kijk dan. Helaas hebben we kunnen slapen. Geweldig. En hopelijk. Hopelijk. Wat de fuck wou ik zeggen? We hebben terug wat gold. Oké, mooi. En best veel iron gekregen in die stronghold hoor. Was ik stronghold. En glowstone. Eigenlijk zou ik dat in de nether moeten vinden, maar maakt niet uit. Ik heb het nu ook mooi meegepakt. Hier is trouwens mijn iron pickaxe, mooi. Ik heb best veel seeds. Te veel seeds. Ik heb ook een egg. Wat? Nee, ik heb heel veel troep. Te veel. Waar komt de TNT in? Waar had ik de vloer? Aha, hier. Zo. En gewoon 4 ender pearls. Fucking awesome. Dan mag je er ook bij en dat ook. En hoe is het met de koeien? Altijd niet gegroeid, alleen mannetjes. Nee, dat meen je toch niet aan. Ah. Wauw. Ik ga wel kijken. Ik ga misschien alleen al die ender pearls. En dit doen. Ik heb er nog twee blaze rods. Zo. Dan ga ik even dit doen. Oké. Zo. En kijk naar de Eye of Enders nog altijd zelf. Zo. Ja, ze zijn altijd hier. Ik ga kijken wat de andere Eye of Ender het ook zegt. Waar is hij naartoe? Ah, het is naar daar, zegt de andere. Oké. Nee, grapje. Ah, nu zeggen ze dat het hier is. Oké. Ik ga kijken als ik het hier doe dat het ook waar is. Wacht even. Ja, die zegt niet naar hier. En deze. En die zegt dat hier een stronghold zit. Oh damn. Ik weet niet hoor. Ja, en die zegt ook naar daar. Zo, even naar beneden gaan. Ik kom mijn Eye of Ender terug. Zo. We gaan ooit sowieso nog terug naar de nether moeten, want... Zo. Dank u. Nee. Wat krijg ik als ik het zo doe? Oké. Oké, ik moet nog altijd verder gaan. Zo. Nee, hier zit trouwens kippen. Wat? Oké, nu zegt deze hier. Dus misschien moet ik dan ook hier eens gaan kijken. En ik zal het jullie in de volgende episode weten zijn dat hij hier is of niet. Maar ik ga deze video afsluiten. Vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Volgende keer en de volgende keer meer dan. En nou de beurt.